FC Groningen speelt aanstaande zondag de uitwedstrijd tegen Ajax in Amsterdam. De Amsterdammers verloren vorige week verrassend tegen Heracles, terwijl Groningen een puntje overhield aan de derby tegen Heerenveen. De ploeg van trainer Ernest Faber hoopt te profiteren van de onrust bij Ajax. Maar Ajax blijft de grote favoriet. Het is niet dat ze nu een paar wat mindere wedstrijden hebben gespeeld, dat ze er niks meer van kunnen natuurlijk. Het is gewoon hartstikke lastig daar. En, ja. Als ze na die verloren reeks van hun zijn ze natuurlijk extra gemotiveerd. Ik denk dat we daar ook gewoon voor moeten uitkijken en niet te gek van stapel gaan in het begin. Maar op dit moment duidelijk geen zwingend Ajax. En ik zou bijna zeggen, als het kan, dan moet het nu. Ja, inderdaad. Meerdere mensen zeggen dat. Ik denk ook zeker, aangezien het spel van ons, dat we daar ze het heel erg lastig kunnen maken. En daar kunnen we wel voor zorgen, ja. Ja, natuurlijk zijn Ajax die favoriet, maar we weten dat ze hebben veel druk. Dus we moeten met veel loopvermogen moeten we proberen wat te halen. Ernest Faber paste zijn team aan op één plek. Ritso Doan raakt zijn basisplaats kwijt. Adjin Rustić is zijn vervanger. Django Warmerdam, overgekomen van Zwolle, speelde in de jeugd voor Ajax. Het blijft natuurlijk wel speciaal om daar te komen en tegen Ajax te spelen. Uiteindelijk vorig jaar ook al bij PEC Zwolle gespeeld en nu bij Groningen. Natuurlijk, je komt daar vandaan, maar uiteindelijk is nu de focus wel bij Groningen. Dus het blijft wel altijd een speciale wedstrijd om daar te komen, maar het is gewoon heerlijk om daar te gaan spelen nu. We hebben onze kwaliteiten. We moeten ons goed voorbereiden. We hebben nu Ajax gezien. We weten wat komt. We moeten, als ik heb gezegd, we moeten veel lopen. En we moeten onze kansen nutten. En ook een beetje geluk, dan hebben we een mooie kans. Wel vertrouwen? Ja, dat hebben we wel. En duidelijk aan de familie verteld, als er gejuicht wordt, juich alleen voor Groningen, niet voor Ajax? Ja, ik heb gezegd, het ligt eraan waar je zit. En daar moet je mee uitkijken. Alsjeblieft. Het duel in de Amsterdam Arena begint zondag om 14:30.